In een vorige video zagen jullie dat ik een hele lading met paddenstoelen had beschilderd. En ik vond het zo ontzettend leuk om te doen dat ik dacht, waar kan ik nog meer op schilderen? Ik was een paar dagen daarna op internet wat aan het scrollen en toen kwam ik ineens dit tegen. Een hele bak vol met pompoenen in het wit. Die je volgens de advertentie zelf nog kunt gaan beschilderen. Ik hoefde uiteraard niet langer na te denken of ze lagen alweer in mijn winkelmandje. En in deze video ga ik al deze pompoenen beschilderen. Dit zijn ze dan. Hele doos vol met pompoenen. En ik heb meteen al voordat we deze video gaan beginnen een challenge voor jou. Je mag gaan tellen hoe vaak ik het woord pompoen of pompoenen zeg, want het gaat waarschijnlijk heel vaak zijn. Maar kijk nou hoe schattig deze doos al is. Ik had niet verwacht dat het in zo'n ontzettend mooie doos binnen zou komen. Of ik heb niet goed gekeken, maar als je nog geen herfstvibes had, dan heb je ze nu wel. Maar goed, het gaat natuurlijk om wat erin zit. Tadaa! Nou, er zaten er eigenlijk nog meer in, maar ik heb het een klein beetje gefilterd. Want anders dan zit ik hier volgende week nog steeds pompoenen te schilderen. Dit zijn ze. Dit zijn dus de pompoenen die we allemaal gaan beschilderen. We hebben heel veel verschillende maten. We hebben wat grotere, die wat meer rechtop zijn. En we hebben van die hele schattige kleintjes. Ze zijn nu eigenlijk al heel erg leuk, maar ik vind het wel jammer dat sommige wat geliger zijn en andere wat witter zijn. Maar we gaan hier natuurlijk iets heel erg leuks van maken. Hoop ik. Dat is weer het idee. Maar voordat ik ga beginnen, want ik heb mezelf langer dan vandaag. Ik heb wel vaker geschilderd in leuke kleding. Ga ik iets anders aantrekken. Want anders zijn we weer hetzelfde als vorige keer. Kijk. Oh no. Het ziet alweer helemaal gebeuren. Ik straks mijn pompoen natuurlijk alle kanten op laat vallen. Dat valt dan precies hier. Vind je... Ja, dat vinden jullie vast heel leuk. Ik niet. Dus ik doe deze even aan. Goed? Let op. Waarom werkt dat niet? Oh. Toch wel. Kijk, zo kent iedereen mij weer. Ik kom zoveel in deze trui in beeld. Misschien moet ik gewoon altijd dit aandoen. Ik ben altijd miskleeder. Dus dan hoef ik me nooit meer druk te maken. Kijk, ik ga even mijn verf pakken. Ik ga ze vandaag allemaal beschilderen met acrylverf. Geen gouache dit keer. Ik denk dat je spijt gaat krijgen. Echt? Ja. Hoezo iedereen hier zo in huis? Ja. Wat is er mis met acrylverf? Nu wil ik juist met acrylverf. Ja, doe maar. Nee, moet ik met gouache? Oké, nou dan doen we het weer met gouache. Ik hoor het alweer. Oké, ik ga blijkbaar mijn gouache pakken en even iets hieronder leggen voor al het geknoei. Nee, vandaag ga ik niet knoeien. Let maar op. A few minutes later. Nee, niks a few minutes later. Ik ga niet knoeien. Ik ga wel al mijn pompoenen aan de kant zetten. En dit is degene waar ik mee ga beginnen. Dit wordt wel mijn probeerpompoen. Dus ik maak hem ook gewoon nog even oranje. Ik heb geen idee of dit gaat werken en of de verf überhaupt goed pakt hierop. Oh, kijk. Dit stokje, dat kan eruit. Nou, die leg ik mooi aan de kant, want dan wordt die tenminste niet vies. We maken hem helemaal oranje. En ik zie eigenlijk al meteen dat deze verf niet heel erg lekker pakt op deze ondergrond. Kijk maar. Trekt helemaal een beetje weg. Maar ik besluit toch gewoon door te gaan, want ja, misschien met de volgende laag wordt het beter. Alleen hier heb ik niet echt over nagedacht. Want hoe schilder ik hier nu verder zonder dat mijn handen vies worden? Ik ga toch dat stokje er gewoon weer in terug doen. Kijk, dan heb ik gewoon een handvatje waar ik hem aan vast kan houden. Niet eruit halen dus. Dit is veel handiger. Nou, dit is de status tot nu toe. Ik ga hem proberen wel te drogen met de heater. Geen idee of mijn plastic ervan gaat smelten. Nou, volgens mij gaat het een soort van goed. Als ik hem niet te lang op één plek hou, dan wil die wel. Maar kijk, die verf, jongens, die blijft echt voor geen meter zitten. Als ik er nu overheen veeg, heb ik hier gewoon oranje sneeuw. Dus ik pak een schuurpapiertje. Ik ga alles eraf halen, want dit werkt niet. Poging 2. Ik heb bedacht om mijn pompoen nu eerst gewoon in een primer te zetten. Dus ik heb gesso gepakt. Ik ga hem helemaal insmeren met gesso. Wat ook niet echt heel lekker werkt, want mijn hele ondergrondverflaag laat weer los en verft weer mee. Nou ja, ik droog hem gewoon en we geven hem gewoon 2 lagen. Dan moet het goed gaan. Zou je denken. Als ik hem gewoon normaal in mijn handen kan houden. Want nee! Nee! Mijn pompoen valt tegen mijn trui. Vandaag ga ik niet knoeien. Dat zei ik net, hè? Dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Ik heb nu al geknoeid en ik ben nu al vies. Gelukkig ken ik mezelf langer dan vandaag en was ik dit keer goed voorbereid. Oké, miskleeder gaat verder. We doen alsof er helemaal niks gebeurd is. We gaan gewoon weer deze pompoen oranje schilderen. En het werkt. Mijn gesso werkt supergoed. Kijk maar, het dekt en het trekt niet meer open. Nou, voor zover gaat de probeerpompoen nog eigenlijk best wel goed. En ik zit hier te prutsen, jongens. Kijk nou, mijn hele vingers worden weer vies. Zei ik niet net nog dat ik dat stokje erin moest laten zitten als handvatje, dat dat veel logischer was? Waarom zit hij er nu alweer niet meer in? We gaan hem verder schilderen en dan is dit de eerste laag. Helemaal in het oranje. En het lijkt nu eigenlijk meer op een mandarijn dan op een pompoen. Daar moeten we iets aan veranderen. Als ik hem zou tekenen, dan zou ik heel erg veel schaduwen toevoegen. Dus ik probeer nu ook met verf wat bruine schaduwen toe te voegen. Maar hij wordt er een beetje vies van en ik vind het eigenlijk heel erg lelijk.
Dus ik ga hier weer overheen. Maar dat wordt ook niet mooi, want nou wordt hij helemaal bruin. Dus ik schilder nu maar gewoon verder over alle mandarijnstukken heen in de hoop dat hij wat mooi wordt. Eeuw, kijk nou! Nu ziet het er niet alleen uit als een mandarijn, maar ook nog eens een keer als een mandarijn die niet helemaal meer goed is. En nee, dat was niet de look waar ik voor ging. Probeer hem hier nog te redden met bruine vlekken en stipjes, maar het wordt niet beter. Ik zat te denken, een pompoen die glanst altijd heel erg. En dat maakt de pompoen altijd zo mooi. Dus ik ging in mijn kastje zoeken en ik vond daar een blanke lak die ik er overheen kon doen, die volgens de verpakking heel erg glossy werd. Maar wat niet op de verpakking stond, was dat je hele verflaag dan weer loslaat eronder. Kijk, ik probeerde het nog te drogen met de heater, maar dat wilde ook niet echt lukken. Hij blijft een beetje plakkerig, hij blijft een beetje afgeven. Op de verpakking staat dat we het best tot gewoon even 30 minuten kunnen laten staan. Dus ik geef deze heel veel op. Ik kom hier later wel weer op terug. We gaan verder met de volgende paddenstoel. Pompoen. Nou, ik heb in ieder geval geleerd van de vorige. We gaan deze meteen behandelen met gesso. Gewoon een lekkere dikke laag. We gooien de heater erop. Kijk. Hier kan ik op werken. En omdat mijn vorige oranje pompoen niet echt super mooi was geworden, heb ik besloten om er nog eentje oranje te maken. En die lukt hopelijk wel goed. Het zit in ieder geval mee, want mijn verf pakt in één keer goed. Mijn gradient wil ook een soort van lukken met wat donker aan de onderkant en wat licht aan de bovenkant. Nou, ik ben best wel tevreden eigenlijk. Wat ik vorige keer heel leuk vond om op die paddenstoelen te doen, was om er allemaal kleine huisjes van te maken. Nou dacht ik dat het misschien ook wel heel erg leuk was om op een pompoen te doen. Dus ik ga hier een huisje van maken. Ik maak op de voorkant een grote bruine deur. En aan de zijkanten maak ik met heel lichtgeel van die lichtgevende raampjes. Eentje in het rond, eentje in het vierkant. En op de achterkant doen we er ook nog eentje. Voor de zwarte omleiding ga ik gewoon een Posca gebruiken. En die werkt ook best wel goed. Het ziet er ook leuk uit. Totdat ik het kozijn ging maken eromheen. Daar ben ik het er niet helemaal mee eens. Maar goed, we gaan gewoon die raampjes doen. Alleen hier wil mijn Posca net niet heel erg lekker op pakken. Kijk maar. Dus ik ga deze toch gewoon met verf doen. Ja, dat ziet er leuk uit. Oké, voor de andere raampjes heb ik bedacht om er nog van die leuke kleppen bij te maken. Ik heb geen idee hoe dat heet, maar wat aan de zijkant altijd zit van zo'n raam. Even drogen. Dan gaan we weer alles omlijnen met zwarte verf, de laatste raampjes. En dan die zijkleppen, die doe ik dan ook weer met een Posca, zodat het matcht bij de deur. En nu ik er zo naar zit te kijken, weet ik niet zo heel goed wat ik ervan moet vinden. Ik vond het op de paddenstoelen echt super leuk, die huisjes. Maar hierop, ja, ik weet het niet. Misschien moet ik voor de volgende pompoen gewoon iets heel anders proberen. Dus, pompoen nummer 3. We beginnen met gesso. We drogen hem, zodat we er lekker op kunnen werken. En dan maak ik hem in een hele realistische kleur, namelijk paars. Wat? Ik zei toch dat ik iets heel anders ging proberen? En kijk, oh, dit is zo mooi. Ik ben nu al zoveel enthousiaster dan over die andere twee. Kijk hoe prachtig dit eruit ziet. Ik vind echt... Oké, dat viel gelukkig mee. Ik ga deze een beetje een Halloween thema maken, dus ik ga er vleermuizen op tekenen. Echt, Kitta zou super trots op me zijn nu. En die vleermuizen die ga ik dan helemaal zwart inschilderen. Ja, dit ziet er leuk uit. Aan de andere kant maak ik nog zo'nzelfde vleermuis. En ik maak er nog eentje, dus in totaal komen er 3 vleermuizen op te staan. Kijk nou. En zoals je ook kan zien heb ik een heel klein beetje zwart geknoeid. Maar ik ga met mijn Posca daar gewoon eroverheen. Dus dan zie je daar helemaal niks meer van. Ik ga de rest van de pompoen namelijk nog helemaal opvullen met echt zo'n jaren 80 patroontje zoals dit. Dus er komen allemaal driehoekjes op. In het blauw en in het roze. Ja, ethisch met vleermuizen. Misschien een beetje raar, maar ik vind het echt heel erg leuker uitzien. Ik heb nog dat steeltje bovenop. Die laat ik nu elke keer gewoon in de kleur zoals die is. Deze ga ik helemaal goud maken met acrylverf. Even drogen, er terug instoppen. Ja, kijk, deze vind ik echt heel leuk geworden. Beter dan dit. En dit voelde ik niet helemaal hoor. Jij ook niet, hè? Dit was hem niet helemaal. En deze gaan we nog wel proberen te fixen, want dit is niks. Dus ik denk dat we maar gewoon op deze manier doorgaan. En ik heb voor de volgende iets heel erg leuks bedacht. Hier gaan we namelijk een soort van donut van maken. Geen idee meer of dat mooi wordt. We gaan het gewoon proberen. Oké, maar een donut dus. En dan wil ik zo'n geglazuurde donut maken. Dus we maken de onderkant in een echt donutkleurtje. Dus dat wordt gewoon een beetje lichtbruinig. En dan gaan we daar overheen zometeen zo'n hele mooie roze glazuurdip. Ja, dit. Dit roze, dat gaat er helemaal overheen. En dan gaan we hem een beetje laten druipen hier en daar. Zodat het echt lijkt alsof hij er helemaal in gedipt is. Hij doet me ook wel een beetje denken aan zo'n appel. Uit zo'n sprookjesfilm die dan zo gedipt is. Alleen toen ik hem ging drogen, verloor hij eigenlijk al zijn glans. Dus ik besloot maar met witte verf een klein beetje glans erop te maken. Hij lijkt wel iets glanzender, maar hier had die glosslak echt perfect geweest. Maar die durf ik niet nog een keer te gebruiken. Doe overal nog wat sprinkels op. Blauwe, roze en gele. En kijk nou, dit is echt... Nou, ik zei dat net al bij die vorige, maar dit is echt mijn favoriete. Mag jij raden waar ik nu trek in heb?
Donuts. Maar je raadt het al, ik word hier natuurlijk weer uit beeld geduwd. Nee. Want welke gaan jullie maken? Deze. Die hele kleintjes. Ja, het gaat gewoon weer precies hetzelfde als de vorige keer. Als ze zien dat ik dit soort dingen aan het schilderen ben, dan willen zij dat ook heel erg graag doen. Dus ik werd weer weggeduwd en zij gaan dus de kleinste pompoen schilderen. Oké, die voor mij is nu helemaal pink. Ja, hij is bijna. Maar het lukt echt goed. Hij dekt bij jullie ook echt heel veel beter. Wij gebruiken hele dikke. Ja, dat moet ik ook gaan doen. Dus hele dikke klodders. Maar als je ze nu allemaal zo bij elkaar ziet staan en dan die vier erbij. Ze worden leuk! Ze worden wel echt heel schattig. Eén groene. De wicked pompoen. Deze is ook heel hard aan het werk. En terwijl Mila heel hard bezig is om haar pompoen te veranderen in een donut, want ze had bedacht dat ze hem toch ook graag zou willen doen, was Emily niet heel tevreden, dus die besloot haar hele pompoen opnieuw groen te schilderen. Ik ga het heel spectaculair doen. Oké, maar deze moeten we ook nog even een mooi kleurtje geven. Glossy. Oh, dat is leuk. Emily probeerde ook nog de gloss uit, ook al wist ze dat het niet heel lekker werkte. Maakte er nog een gezichtje op. Mila gooide nog wat sprinkles op haar donutpompoen. En dit is wat ze ervan hebben gemaakt. Oeh. Ah, dat is echt mij goed gelukt. Heeft ja. Oh. Hier krijg ik voor mijn team. Vond je het leuk? Ja. Leuker dan de paddenstoel? Ja. Ja, echt? Denk het wel. Oh jeetje. Oké, de rest van de pompoenen ga ik zelf weer beschilderen. We hebben er nu 6 gedaan. En deze pompoen, die ga ik weer oranje maken. Dus dat is niet heel spannend. Maar ik had bedacht dat ik ook echt zo'n typische Halloween pompoen wilde maken. Dus zo'n pompoen met dan ook echt zo'n eng gezicht erin. Maar ik wil ook dat stokje een keer een andere kleur geven. Dus we maken die ook echt groen. Oké, dan gaan we nu beginnen aan het gezichtje. Ik maak hele grote zwarte gaten waar zijn ogen komen te zitten. Want dan wordt het echt zo'n hele enge pompoen. Nou, ik weet niet. Tot dusver ziet hij er eigenlijk alleen maar heel erg schattig uit. Maar dat komt vast goed als hij zijn neus krijgt en zijn mond. Dan wordt hij vast heel creepy. Ja, heel creepy. Ik zou het niet omschrijven als creepy, maar ik vind hem heel erg cute, dus ik laat hem zo. We gaan verder met de volgende pompoen. En ik ga nu niet weer iets engs zitten maken, ik ga nu iets heel leuks maken. Maar ik ga jullie niet vertellen wat het is. Jullie mogen zelf gaan proberen te raden. En nee, het wordt geen paprika. Maar hij wordt wel rood. Dat wel. Ik ga er iets op maken in het wit. En ik zeg je alvast, het is een heel herkenbaar iets. Ja, kan je daar wat mee? Oké, ik denk dat als je nu kijkt, dat je nu wel ziet wat het moet worden. Als je het nu nog niet weet, dan ga je het ook gewoon niet kunnen raden, denk ik. Het wordt namelijk de rode M&M. En waarom? Ja, goede vraag. Ik denk echt dat ik trek had. Ik kon uiteindelijk alleen nog maar dingen bedenken met eten. Maar voor de mensen die deze M&M dus niet kennen, niet gesponsord trouwens, dit is hem. Hij lijkt er best wel op, toch? En kijk, dan is dit de rode M&M pompoen. Ja. Wat moet ik hier nu verder nog over zeggen? We gaan verder met de volgende. En deze wordt echt heel erg leuk en heel erg schattig. Want ik heb nog helemaal niet iets gemaakt met iets van een diertje. Dus ik heb besloten om hier een heel schattig klein hertje van te maken. En daarom maak ik het pompoensteeltje ook bruin, want dat is dus het gewei. We maken er een heel klein gezichtje in het witte vlakje dat ik over heb gehouden in de vorm van een hartje. Ik werk hem ook nog ietsjes bij, zodat hij iets smaller is. En dan maken we allemaal kleine witte stipjes. Kijk nou! Hij wordt zo lief. Oké, ik wil er ook nog iets van oortjes op hebben zitten. Nou, die maken we gewoon plat op de bovenkant. Ja, dat kan best wel. Hij wordt echt zo ontzettend lief. Kijk, ik heb weer een nieuwe favoriete. Ik vind deze echt heel erg leuk. En we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste pompoen. In één keer ging het heel hard, hè? Hoe vaak heb ik inmiddels al pompoen gezegd? Heb je het nog geteld? Deze ga ik een beetje laten aansluiten bij die paarse pompoen die ik heb gemaakt. En ik ga expres het woord pompoen nog heel vaak zeggen, zodat je nu heel vaak het woord pompoen kan tellen. En hier zet ik allemaal spookjes op. Nou, deze wordt dus weer een beetje spooky. Net zoals dus die paarse, maar dan wel in een schattig thema. Dus we gaan gewoon weer voor dezelfde pastelkleurtjes. We gaan alles weer met Posca doen. En we zetten hier naar wat sliertjes ertussendoor, om hem nog iets meer spooky te maken, voegen we nog het woord boe eraan toe. Ja, heel eng. Ik zet nog wat roze driehoekjes erop. Nog wat paarse streepjes. We zetten het gouden steeltje erop terug. En dan is dit mijn laatste pompoen geworden. Nou, hij past goed bij die paarse, of niet? Oké, en dan heb ik nog mijn allereerste pompoen. Die helemaal mislukt was en die helemaal niet mooi geworden was. Is inmiddels droog. Ik ga hier nog een keer proberen om een gezichtje op te maken. Net zoals deze. Maar dan nu wel eng. Als het lukt. En ik denk dat ik hem vooral niet de schattige ronde oogjes moet geven. Maar van die creepy oogjes en dan zo'n hele grote grijns. En een beetje enge wenkbrauwen erboven. Ja, hij is een heel stuk enger.
dan zijn beste vriendje. En ondanks dat het een hele lastige pompoen was om mee te beginnen en hij eerder leek op een rotte mandarijn dan op een mooie pompoen, waarbij die gloss ook niet wilde werken, vind ik hem eigenlijk nog best wel leuk geworden. En dat hij er zo vies en smoeselig uitziet, dat past ook wel bij deze creepy pompoen. En dit is hoe het eruit ziet als je al deze pompoenen voorziet van verf en er dus iets heel creatiefs op maakt. We hebben allemaal lekkere pompoenen, we hebben hele fantasy-achtige pompoenen en we hebben een verzameling van diertjes, monstertjes. En zo staan ze allemaal bij elkaar. En ondanks dat het in het begin een beetje lastig was om ze te schilderen, hebben we uiteindelijk toch wel hele leuke dingen gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd welke jij het leukste vindt. Laat me even weten hier in de reacties. En dan zie ik jou volgende week weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!